Kijk uit met die slagader, Lisa. Ik weet wat ik doe. Clem. Clem! Verdomme, kijk nou toch wat je doet. Nou, rustig, Simon, het gaat goed. Pak die haken over. Pak over. Wat kan hem nou? Lisa, weg. Weg! Nee. Atlas! Atlas! Snel, doorsteking. Verdomme, schiet dat toch op? Moe, huilerig, geen eetlust. Van 70 naar 59 kilo, zo. Diarree, pijn in de lenden. Ja, en ik zweet de hele dag. Hoe is het nu met uw eetlust? Slecht. Lijkt me niet prettig voor een kok. Nee, inderdaad. Deze klacht heeft ze al een half jaar? Ja, zoiets. Ja, voor gewoon 80 jaar. Smiddags moet ik een dutje doen, anders haal ik de avond niet. Heeft u koorts? Ja, ik moest het opnemen van de huisarts. Ik heb vrijwel altijd 38. Hartklachten? Nee hoor, dat moest er nog bij komen. Ademnood? Het is vooral die pijn in mijn buik. Er is net een oom van me overleden. Darmkanker. En nu bent u bang dat het in de familie zit? Dat zeggen ze toch altijd? Dat hoeft helemaal niet hoor. Daar zou ik me niet bezorgd over maken. Wat denkt u dat het is? Ja, uw klachten kunnen allerlei oorzaken hebben. Rookt u? Nee, nooit gedaan. Kan het niet eens. Drank? Drugs? Nee hoor. Bent u getrouwd, meneer Schapers? Nee. Dat is te zeggen, getrouwd niet natuurlijk. Ja, zie, dat heb ik de laatste tijd meer. Dan kan ik ineens gaan zitten gieten als een klein kind. Wat is er? Vind jij dat niet leuk? Nee, ik begrijp niet zo goed waarom jij bij een operatie wegloopt. En waar haal jij het lef vandaan om mij zo te behandelen? Zeg, luister jij eens even, kindje. Ik heb meer ervaring, hè? Oh, en is dat een reden om zo grof tegen mij te doen? Je moet niet zo gauw op je teentjes getrapt zijn. Nou, ben jij een ontzettende kwal. Oh, zo, zo, ja. Zo. Jij maakt moedwillig alles kapot tussen ons. Kom je daar nou bij? Dit is de laatste keer dat ik met jou heb samengewerkt. Ik ga mooi in een ander team werken. Zeg, stel je niet zo aan. Oh, als er iemand zich de laatste tijd als een idioot aanstelt, dan ben jij dat wel. Je bent een miserig, kleinzielig mannetje, weet je dat? Kom maar. Ja, kom maar. En ik begrijp niet dat ik me zo in iemand heb kunnen vergissen. Ja, ja. Heeft u ziekenfondspapieren? Ja. Dit adres, dat klopt nog? Ja. Ik zie dat u aan drugs verslaafd bent. Ja, ik pak wel eens wat. En wat is uw beroep eigenlijk? Staat dat er niet bij? Ja, hier staat prostituee. Prostituee, ja. Ja, het staat er. Jan, waarschijnlijk gaat Maastricht door. De promotieplaats? Ja, tenminste. Ik heb een goede kans. Ja. Korte termijn? Als ze me willen hebben, dan kan ik meteen komen. Oh. En wat is het onderzoeksonderwerp? Dat weet ik niet precies. In ieder geval iets op fysiologisch terrein binnen een groot onderzoek van de vakgroep. Nou, dat zou ik dan eerst maar eens gaan vragen als ik jou was. Kan me niet schelen. Een promotieplaats lijkt me altijd beter dan hier jarenlang de agnio te zijn. Nou ja. Wil je mijn mening weten? Heb je die? Nou, kom op dan. Ja, ik vind jou een vrouw die direct met patiënten moet werken. Die niet eerst jarenlang door een microscoop in een laboratorium moet gaan zitten turen. Kan me niet schelen. Denk je dat je hier een aanstelling krijgt als je gepromoveerd bent? Juist. Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn, want praktijkervaring telt soms zwaarder, hè? Dat weet je. Ja, je hebt makkelijk praten, je hebt een vaste aanstelling. Ik vind het jammer als je weggaat. Ach, er komt wel weer een ander.
Dan ben je mij zo vergeten. Denk het niet. Gaat Lucy weer niet naar school? Nou, ze is er heel moeilijk toe te krijgen. Is ze wel ziek? Wanneer is iemand ziek? Nou, als je koorts hebt bijvoorbeeld. Ze wil alleen zijn. Rijn, dat moet toch echt niet te lang duren? Ja, dat weet ik wel, maar ja, zo'n proces wat ze nu doormaakt is toch moeilijk te doorbreken. Schiet je op met je artikel? Nou, ik heb nog een week. Ja, moet kunnen. Het is voor het eerst dat ik het op een diskette aflever. Ik kan dat woord niet serieus nemen. Disketten? Ja, ik vind, het doet me denken aan een stuk speelgoed. Muzikale bromtol of zo. Het is het ook voor mij, speelgoed. Verdomme! Hier, kijk uit! Onder de koffie. Verdomme. Is dat erg? Ja, weet ik dat. Ze moet uit haar doppen kijken. Nou, ze doet het toch niet expres? Ja, dat komt door al die idiote muziekdozen op haar kop. Oh, zeg, je moet niet zo tegen dat kind uitvallen. Dat zal wel weer. Hier staat wel weken werk op, weet je dat? Gaat u dan maar zitten. En de internist komt zo. Koning. Mevrouw Keizer. Patricia. Guus. Ja, ik ga. Zo. U heeft chronische agressieve hepatitis in actieve vorm. Wat zijn de klachten? Moe. De hele dag ben ik afgepeigerd. En overal pijn in mijn gewrichten. Ja, daar weet ik niet zo over, begrijp je wel. Hoe lang al? Ja, een paar weken. Het is langzaam begonnen en overal jeuk, gek ook daarvan. Waar? Overal. En mijn buik, dat is net een ballon. Ik moest kijken met een pens. Sommige klanten denken dat ik zwanger ben. Ja, kan ik natuurlijk niet hebben. Hè. Vinden ze eng. Ja, dat kan ik me voorstellen. Oh ja? Nou ja. moet u luisteren, we zullen iets geven voor uw verslaving. Nou, als dat zou kunnen. Ja. U krijgt een methadondrank. Zeg, hoe lang ben ik hier zoet mee? Ja, we zullen eerst wat onderzoek moeten doen, maar de klachten wijzen in de richting van ascites. En wat mag dat wezen? Vocht in de buik door leverontsteking. En krijg je dat met penicilline weg? Ja, ik kan hier niet te lang blijven zitten hoor. Ik heb ook nog een zoon te verzorgen. Wie zorgt er nu voor? Een collegaatje. Maar ja, die heeft natuurlijk ook weer de werk, hè? Ja. Steek uw handen schetsen uit. Met mijn ogen dicht? Nee, we gaan niet slaap wandelen. Trilt lekker, hè? Net een oud wijf. Nou. Ja, kan ik ze wel laten zakken? Oh ja, natuurlijk. Sorry. Sorry, ja. Kunt u het zich wel veroorloven, zo lang van de straat weg te blijven? Ja, kom ik tippel niet. Nee, dat vind ik zo'n armoe. Maar ja, ik ben natuurlijk wel een bepaald inkomen gewend, hè. Ik doe dit voor de poem. Jij toch ook? Nou, jij werkt hier toch ook niet voor de kat, dat komt toch wel soms? Nee. Heeft u de laatste 4 weken nog gewerkt? Ja, wat dacht jij dan? Gastmeter tikt ook door, hoor. Ja, uw klanten lopen wel gevaar besmetting bij u op te lopen, hè? Ja, dat is een risico. Kan ik er niet mee zitten? Niet alleen hun klanten of uw klanten, maar ook hun familie loopt gevaar. Ja, Serum in Florence Nightingale, niet? Kijk, wat u met uw lichaam doet, dat moet u weten. Maar wat u dit aandoet, daar bent u wel degelijk verantwoordelijk voor in dit beroep. Het lijkt wel of jij bang bent. Kleed u zich maar even uit. Oké. Bedankt. Fantastisch. Ja, daar. Nou, mevrouw Schapers, over 2 weken kan uw man terecht in Huizen Welgelegen. Een macabere naam. Voor een coma-patiënt. Tja, inderdaad, ja. Fijn dat u het allemaal heeft geregeld. Jammer dat hij nog 2 weken hier naartoe moet komen. Had hij niet beter in Breda kunnen blijven? Ja, achteraf gezien. Was er geen plaats meer of zo? Ja, dat wel, maar toen we de beslissing namen lag de situatie iets anders dan nu. U bedoelt de toestand met uw man? Nee, die was hetzelfde, maar er waren andere dingen. Ja. Ja, maar ja, goed, daar heb ik ook helemaal niks mee te maken.
De verzekering, is die nog in orde gekomen? Dat is prima nog. Oké. Okay. Eva, even voorstellen. Dat is Eva van den Berg, is mevrouw Schapers. Isabel Schapers, Eva van den Berg. Ik heb uw zwager omwandeling. Zwager? Oh, wat denkt u ervan? We zijn meteen met het onderzoek begonnen. Hij wordt zo'n mager. Ja, maar we hopen in ieder geval snel achter de oorzaak te komen. Zijn wij klaar? Ik dacht het wel. Mag ik even naar Koos toe? Ja, tuurlijk. Hij komt zo van de röntgen. Hij ligt op kamer 412. Kan ik daar wachten? Ja, hij ligt alleen, dus geen probleem. God, het zou wel raar voor u zijn, hè? Om twee naaste familieleden in het ziekenhuis te hebben. Ja. En dan twee broers. Ja. Dank u. Hallo. Hoi. Hoi. Oh, Gerda, fijn dat je even kon overnemen. Waren er nog problemen? Nee, hoor. Ik heb best thuis kunnen blijven. Oh, meneer Schapers, dat is echt iets voor jou, Nel. Hm? Meneer Schapers, dan moet je zomaar even kijken. Is Lucy weer thuis gebleven? Kun je nog wel met haar praten? Nou ja, moeilijk, hè. Het ene moment is ze vrolijk en het volgende moment gooit ze met de deuren. Ze is een gevoel voor veiligheid kwijt. Ja, vind het gek. Ze moet weer vertrouwen in jullie krijgen. In jullie? Bij Dick zal dat nog wel even duren, denk ik. Want die moeder niet besefte wat ze aanrichten met zo'n zelfmoord. Ja, die moet maar radeloos zijn. Nou ja. Als Lucie maar niet radeloos wordt. Nou, Isabel Schapers. Als je het nodig heeft, dan belt u. Weet je wat ik eigenlijk denk? Dat je een beetje te veel met me meeleeft. Hoezo? Nou, en als kind in mijn buik. Een soort van schijnzwangerschap, maar dan bij mij. Ja. Dat is maar waar. Het komt voor. Geef het maar. Ik wil wel al die apparaten heb gelegen, voel ik me helemaal doodziek. Is het zo erg? Niet zo lang moeten wachten. Het kon toch niet anders? We hadden het restaurant met thee moeten verkopen. Nee, Isabel. We wisten toen niet hoe het met Adriaan zou gaan. Hij komt hierheen. Wat hier? Deze afdeling. Dat weet ik niet. Dat moet ik aan dokter Van der Woude vragen. Maar wel hier in het ziekenhuis. Goed, kinderen. Heb je moeder gebeld? Prima met de kinderen. Ik word zit jij met twee dode keels. Je bent nog geen 40, je bent nooit ziek geweest. Je bent gewoon hartstikke overspannen van al die toestanden. Zal toch niet alleen stress zijn? Ja, en vooral als je erin gaat geloven. Over een paar dagen weten we wat er aan de hand is. Dat is toch heerlijk? Wat dat zo heerlijk zou zijn, weet ik niet. Lucy? Ik schrik me rot. Sorry. Moet je niet naar je werk? Nee, ik kwam even naar jou kijken. Wat? Doe de dingen van je hoofd. Wat? Je bent niet meer ziek, zo te zien? Ik wil niet meer naar school. Nooit meer. Nou, dat gaat wel een beetje ver. Weet je dat alle zeehonden doodgaan door de vervuiling? Hoe kom je daar nou bij? Staat in de krant. Wat heeft dat nou met school te maken? Weet je, het heeft gewoon geen zin meer. Op school leer je alleen maar hoe je zeehonden moet doodmaken. Lucy, je haalt de dingen nou een beetje door elkaar. Je bent gewoon, je ziet het allemaal een beetje somber. En, maar dat gaat wel over.
Op school denken ze dat ik gek ben. Waarom? Omdat mijn moeder uit het raam is gesprongen. Ja? Heb jij even? Oh, ja, Simon, ja, tuurlijk. Sorry. Ik ben bijna klaar, hoor. Oké. Ja? Ja, ik kom bij jou omdat we eigenlijk in hetzelfde schuitje zitten. Oh, is dat zo? Ja. Jij hebt een vrouw die ook een collega van je is. Had. Nou ja, maar je hebt er in ieder geval ervaring mee. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Sinds Lisa terug is, gaat het helemaal niet goed. Privé of in het werk? Allebei. Ja, en in het werk gaat het natuurlijk helemaal niet. Maar staan jullie elkaar echt naar het leven in elkaar? Nou, ja, daar komt het wel op neer, ja. Ja, kijk, Simon, ik vind dat je je vriendin heel goed kan zien op je werk. Alleen, je moet elkaar een beetje vrij laten. Ja, maar ik heb helemaal geen relatie meer met haar. Wat zijn dan de problemen? Ja, maar waarom ben ik dan zo jaloers als een idioot? Op wie dan? Die sticker. De schooljongen, maar hij gaat met haar uit. En dan krijg jij ruzie om. Ja, kennelijk. Ik vind me er vreselijk over op. Mm. Rare man ben jij. Vind je jezelf ook eigenlijk niet een beetje eigenaardig? Ik ben gestoord, denk ik. Dat is tenminste iets. Ja, mooi, hè? Zit nog geen krasje op, hou je dat zo? Ik breng hem zo terug, hoor, Erik. Linda, zo bedoel ik dat niet. Ik ken jou langer dan vandaag. Hey, Nel. Hoi. Dat is een tijd geleden. Ja, schandelijk, hè? Ik ben nog steeds niet naar Vera komen kijken. Het spijt me echt. Schande, ze is al bijna een jaar. En ik schaam me dood. Kom. Ze heeft wat goed van die baan bij de basisschool. Ja, fantastisch, hè? Zeg, ik ga... Maak je het niet zo laat vanavond. Jeroentje wil je nog wat laten zien. Ja? Ik breng je de sleutels wel boven. We zijn ook een druk gezinnetje geworden, hè? Ja, nou ja, maar dat heeft zijn voordelen, hè? We hebben geen tijd meer voor problemen. Goed dat ik je spreek, trouwens. Er zit bij jou een zekere Grijze Keizer op school? Ja. Oh, ik hoorde dat zijn moeder bij jullie is opgenomen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik sprak met de maatschappelijk werkster en er zijn er problemen thuis. Ze overweegt om die moeder uit de ouderlijke macht te zetten. Oh, ja? Ja. Dat jocht het spijbelt toch de helft van de tijd? Ja. Daar wou ik even met je over hebben. Is goed, ja, is goed. Maar niet nu. Ben jij er aan het eind van de middag? Ja. Zie ik je dan? Ja. Oké. Gezellig. Tot dan, hè? Dag. Zingen? Nou, dat bespaar ik u. De biopsie heeft uitgewezen dat de toestand met uw leven nog hetzelfde is. Wat heb ik dan? Nog steeds een vorm van CAA. Wat is dat voor inks? Dat is een afkorting voor chronische agressieve hepatitis. Oh, zeg dat dan meteen. Ja, en daarbij is er ook nog de ascites gekomen. Dus ik schrijf u een zartloos dieet voor. Nou, dat is wat lekker smullen, hè? U kreeg medicijnen waardoor de klachten zullen afnemen. Zit de kamer op het
Richard Kuijs. Ja, komt u maar verder. Aan de hand van de bloedbepalingen weten we over een week meer. Hey, meid. Hoe is het nou met je? Ah, joh, die dokter moet allemaal enge woorden. Nou, is het ernstig? Wel, nee, ik lig gewoon een paar weken op mijn rug. Alleen zonder wat te verdienen, begrijp je wel, lekker rustig. Je krijgt de kusjes van Gijsje. Het is een lekkere scheet, hè? Ze zijn me zo blij dat jij voor hem zorgt. Oh, maar het is zo leuk met hem. Is die Griet van maatschappelijk werk nog geweest? Nee, gelukkig niet. Zeg, ken jij die kleine dokter soms? Meneer Schapers, ik wil u even voorstellen aan Nel Terborg, onze sociaal verpleegkundige. Dag. Koos, Schapers. Hoe gaat het met u? Matig. Weet u wel iets? Wel iets, maar niet genoeg, helaas. Wat heb ik in mijn buik? Uw lever en milt zijn in orde, maar bij het overige onderzoek zijn er wat ritmestoornissen van het hart geconstateerd. Komen daar mijn klachten van? Nee. Het is zo dat uw hart zich waarschijnlijk aanpast bij een verkeerde toestand ergens anders in uw lichaam. Die koorts moet er ergens vandaan komen. Ja, inderdaad, maar daar komen we wel achter. Iets anders is dat er het laatste half jaar nogal veel gebeurd is in uw persoonlijk leven, hè? Dat wel, ja. Ja. Misschien is het verstandig om er eens met Nel over te praten. Ik laat jullie even alleen. Moeilijk, hè? Om zomaar met een wild vreemde ineens je privéproblemen te moeten bepraten. Wat wilt u weten? Wat wilt u kwijt? Uw broer heeft een ernstig auto-ongeluk gehad, is het niet? In België 3 jaar geleden. Had u een goed contact met elkaar? We hadden samen het restaurant. Hij deed de zaken, ik de keuken. Zal het moeilijk voor u zijn om uw broer nu zo in coma te zien? Het is soms net of er niets aan de hand is. Ochtends doet hij zijn ogen open. En als Isabelle hem een zoen geeft, dan zoent hij terug. Nee, dat is vreselijk. Zou ze de stekker eruit getrokken hebben? Nee joh, de telefoon gaat gewoon over. En ze slaapt natuurlijk. Ach, je telefoon is door het hele huis te horen. Een half uur naar huis en Lucie neemt de telefoon niet op. Nee, natuurlijk niet. Weet je hoe hard ze die op me gezet? Nee, ik maak me ongerust. Ze was overstuur. Wanneer? Ik ben er net even naar huis geweest. Misschien is ze naar school? Ja, dat kan natuurlijk ook. Nee, dat is uitgesloten. Reni, als Lucie de hele dag op de bed wil liggen en jij staat dat toe, ja, dan moet je nu ook niet druk gaan maken over het feit dat ze de telefoon niet opneemt. Oh, jij denkt dat ze het expres doet? Ze is nogal recalcitrant, zou ik zo denken. Dat heeft een reden, zou ik zo denken. Waar wij niets aan kunnen veranderen. Het laat jou geloof ik totaal onverschillig wat er met Lucie gebeurt, hè? Mij niet wat er met jou gebeurt. Dat heeft toevallig alles met elkaar te maken. Ja, dat merk ik. Oeh, die vent heb je ook niks, hè? Dan ga je het even kijken thuis. Ja, ik kan toch niet de hele dag heen en weer blijven rijden? Eva, sorry, maar kun jij deze even snel voor mij nakijken en me even de uitslag komen brengen? Waar moet ik ze nakijken? Oh, sorry. Ja. Ja. Eva van den Berg,
Ah, Monique. Oh. Hoe laat? Is de huisarts erbij? Wil je dat ik naar huis kom of... Nou, als het niet nodig is. Oké, okay. Zie ik je vanavond. Sterkt. Mijn moeder is overleden. Het is vreselijk voor je. Plotseling of was ze ziek? Ziek was ze, ja. Moet je niet naar haar toe nou? Nee. Waarom moet ik ze nakijken, zei? Nee. Laat me even, staat je hoofd nog toch niet naar. Geen maar mij. Lucy? Mag ik dokter Van Lennep even? Dick, Lucy is weg. Ze heeft er de spullen gepakt en... dat weet ik niet. Hier, luister, ze heeft een briefje achtergelaten. Lieve Reini, ik maak jullie alleen maar verdrietig. Daarom ga ik weg. Het ligt allemaal aan mij en jullie moeten geen last meer van me hebben. En jij bent juist zo lief voor me. Vergeet me maar. Kusjes, Lucy. Waar kan ze nou naartoe zijn? Die tante Gerda. Ja, ga ik meteen proberen. Gerda, hallo, met Reini Hermans. Is Lucy bij jou? Niet. Ook niet geweest. Nee hoor, nee, is niks aan de hand. Nee, ik ben haar op zoek. Ja, alles gaat verder goed. Zeg, ik ga even verder zoeken. Ja, zal ik doen. Dag. Anel. Ben je er nou al? Ja, maar ik blijf niet. Ik kom aan het eind van de middag weer terug. Hè? Wil jij deze sleutels even aan Erik geven? Tuurlijk. Zo, is het gelukt? Ja. Waar staat hij? In het artsenvak. Mooi. Wist jij dat een van jouw patiënten een zoontje bij Linda op school heeft? Wie? Ja, Gijsje Keizer. Van Patricia? Ja. Nou, gaat het daar niet goed thuis? Het maatschappelijk werk volgt de situatie met het kind al meer dan een jaar. Ja, die jongen speelt me raakt het echt heel erg. Ja, en ze overwegen om de moeder uit de ouderlijke macht te zetten. Nou, dat verwondert me niets. Ze heeft een ernstige vorm van hepatitis en ze is verslaafd. Is dat voldoende grond? Ik zou me daar maar niet mee bemoeien, Nel. Waarom niet? Het is toch mijn werk? Ze ligt hier nou toch? Nel, daar is geen eer aan te behalen. Dit soort mensen zijn niet te helpen. Maar dat kind wel. Ja, trouwens, wat is dat voor een uitspraak? Er is geen eer aan te behalen. Als jij mensen met een ongeneeslijke ziekte hebt, die laat je toch ook niet aan hun lot over? Dat is heel wat anders. Hoe kom je daar nou bij? Nou, deze discussie heeft geen enkele zin. Ik wil in ieder geval dat jij je er niet mee bemoeit. Zolang Nel wat aan mijn informatie heeft, bemoei ik me er wel mee, Erik. Ja, maar Linda, het gaat om een patiënt van mij. En om een leerling van mij. Schikt het nog aan het eind van de middag, Nel? Oké. Jullie weten toch dat dit soort mensen alleen maar iets leren wanneer ze hun hoofd stoten? Lieve Erik. Als er iemand in het water ligt te verdrinken, dan spring jij er toch zeker in? Nee hoor, dan gooit hij een boekje met zweminstructie in het water. Geestig zeg. Ah.
Oh, we gaan weer eten. Dat zul je wel zien. Oh, je gaat me verrassen. Ik denk van wel. Jerien? Oh ja. Bedankt. Ja, maar dat staat er helemaal niet bij. Kijk dan. Ze kan God weet overal naartoe zijn. Ze zal toch geen gekke dingen doen? Oh, Gerda, wil jij alsjeblieft vandaag mijn taak overnemen? Ja, natuurlijk. Maak je geen zorgen. Tijd. Dick, wat moeten we nou doen? Allereerst niet in paniek raken. Ja, daar heb ik wat aan. Moeten we de politie niet waarschuwen? Nee, wacht daar nog even mee. Misschien is het er vanavond weer. Denk het niet. Het meest waarschijnlijke is dat ze naar een vriendinnetje is. Ja, ze heeft helemaal geen vriendinnen. Ah, vast wel. Maar die kinderen zitten toch allemaal op school? Renny, er wordt wel meer gespijbeld. Die loopt gewoon in de stad rond. Nou, dan moeten we nu naar de stad gaan. Ja, het spijt me. Ik moet nog een paar dingen afmaken. Oké, dan moet ik alleen gaan. Goed. Waar zouden we beginnen? School? Stad? Ze gaat toch ook vaak naar de haven? Ja, dat is een goed idee. Goed, ga ik naar de haven. Jij niet. Luister, maak je niet te veel zorgen. Het is een puber. Vanavond is er weer. Wat heb ik daar nou aan? Jij hebt met hem gesproken, Nel? Ja. Nou, het blijkt dat hij volledig de plaats van zijn broer heeft ingenomen. En zijn schoonzusje is zelfs in verwachting van hem. Wonderlijke situatie, hè? Ja, ja. Ja, ik denk ook dat de hele toestand de oorzaak is van zijn klachten, hoor. Ik heb inderdaad aan een depressief syndroom gedacht. Isabel, die heeft wel een sterk karakter, hè? Ja, maar Koos allerminst, helaas. De horeca is natuurlijk wel een heel slopend bedrijf. Waarom hebben ze dat restaurant in Breda toch verkocht? Dat weet ik niet. Ik vermoed dat ze met het verleden hebben willen breken. Te veel herinneringen. Ja, maar die zullen ze toch blijven houden zolang die broer nog in coma ligt. Zal ik eens met die Isabel gaan praten? Ja. Nou, doe dat maar. Ja. Kun jij je nou zoiets voorstellen? Het heeft iets macabers, hè? Zo'n relatie en dan die zwangerschap erbij. Dat is natuurlijk vooral een driehoeksverhouding. Maar van een vrouw van Koos hoor je ook niks. Misschien moeten we toch eventjes die schildklierfuncties laten nakijken. Hé, hey, daar heb ik nog niet aan gedacht. Ja, dat transpireren, dat ernstige gewichtsverlies, dat hoort niet bij een depressief syndroom. Ik denk zelf meer aan de hypertheroïdie. Oké. Hé, hey, voel je? Gaat het een beetje? Ja. Lucy! Oh, sorry. Ik dacht dat je iemand anders was. Dick. Ik had direct moeten meegaan. Dag, oh. Dokter. Hallo. Mag ik even bij komen zitten?
flink toen je dat hoorde van je moeder. Ja, ik kan me voorstellen. Was ze al lang ziek? Ze had leverkanker. Ai. Hoe oud was ze? 54. Veel te jong. Waarom heb je daar eigenlijk al iets over verteld? Omdat we hier al de hele dag over enge ziektes horen. Ja, maar denk je zoiets voor je kan halen? Sorry, dat was ook zo'n vreselijk proces. Ik weet het. Het is zo'n mens onteerend om zo opgevreten te worden. Had je er niet bij willen zijn dan? Ik weet het niet, Jan. Ik had er afscheid van nog genomen. Van mij hoef je niet zo groot te houden. Dat weet ik wel. Maar ik wil me gewoon liever niet laten gaan, denk ik. Hey, als je vrij wil zijn of zo, dan, dan weet je dat dat natuurlijk kan. Hè? En, ja. Als ik iets voor je kan doen, dan... Dat is niet vrij. Patricia, dit is Linda Koning. Ook uit de zachte sector? Als u daarmee maatschappelijk werk doet, nee. Kan me trouwens niet schelen. Als je maar weet dat iedereen met zijn poten van Gijsje af moet blijven. Zo eenvoudig ligt dat niet. Moet jij eens opletten. Je weet best dat er in de eerste plaats gedacht wordt aan het belang van Gijsje. Kan ik alleen maar af. Nou, daar wordt nogal aan getwijfeld. Kijk, ik zal het even uitleggen. Ik geef les op de basisschool. En ik heb gemerkt dat uw zoontje Gijs zeer regelmatig zijn lessen verzuimt. Ja, luister eens. Ik heb helemaal een ander leven. En, dagje spijbelen kan helemaal geen kwaad. Ja, maar hij is er niet goed aan toe. Hij is lusteloos en hij sluit zich helemaal niet aan bij andere kinderen. Dat vind ik toch wel een... Ja, maar waarom kom jij me dat hier eigenlijk vertellen? Oh, u wordt toevallig ook door mijn man behandeld. Is dokter Koning jouw man? Ja. Wat is daar zo leuk aan? Nee, niks. Gewoon binnenpretje. Kijk, Patricia, je moet niet denken dat wij erop uit zijn om Gijsje van je af te pakken. Nou, dan lijkt het anders verrot veel op. Kijk, u moet beseffen dat als de situatie niet snel verandert, de kinderbescherming eraan te pas gaat komen. Ik bescherm mijn eigen kind wel. Patricia, die plaatsen Gijsje in een pleeggezin. Daar willen we je juist nu voor waarschuwen. Oh, dacht je dat het zomaar ging? Nou, die kans die bestaat wel degelijk, ja. Ja, moet zij eerst eens ophouden met klikken. Dat is toch geen klikken? Oh, wat is dat dan? Nou, uw kind in de gaten houden. Heb jij kinderen? Ja, twee. Hou jij dan je eigen kinderen in de gaten, doe ik dat ook. Willen jullie ook wat? Ik ben nu toch bezig. Nee, ik heb net toffie op. Nee, hij mag het toch wel hebben? Hij moet het zelfs hebben. En nu even niet, schat. Zo. Weet jullie al iets? Ja. Kanker zeker? Nee. Ik kan u geruststellen. U heeft de ziekte van Basedow. Uw lichaam produceert te veel van het schildklierhormoon en dat heeft een invloed op de andere organen. In eerste instantie dachten we daar niet aan, omdat zulke patiënten meestal, in tegenstelling tot u, een grote eetlust hebben. Is het te genezen? Ja, met medicijnen kunnen we het heel goed onder controle houden. En in een later stadium kunnen we overwegen om een deel van de schildklier operatief te laten verwijderen. En dan bent u helemaal genezen. Schat. Zie je wel, je bent gewoon ziek. Hoe kom ik eraan? Ja, ik kan het niet precies zeggen. Men neemt aan dat de psychische gesteldheid van de patiënt een zekere invloed heeft op het ziektebeeld. Ja, ik ben een zenuwleer. Mm-hmm. Daar is wel enige aanleiding voor geweest. Is Adriaan er al? Ja. Is je dat? Goed, we houden u een tijdje hier en we beginnen vandaag meteen aan de medicijnen, als u het goed vindt. Oké? Okay? Goed, dokter. Sterkte, hè? Ik ben zo blij. Wat heerlijk dat het niet erg is, hè? Je dacht echt dat je kanker had, hè? Je moet gauw weer sterk worden. Oh, als dat eens lukt. Tuurlijk lukt het. Je doet het toch voor mij? Voor ons. Ga je zo mee naar Adriaan?
Zo, zijn we nog iets vergeten? Nee, ik dacht het niet. Jawel, mijn vrije dagen. Dat moet je me even aan Reini vragen. Ah, goed dat ik je zie. Wat aardig. Niet zo bedoeld. Oh. Je Guus hebt gedwongen tot een eetstest. Was al fout, maar dat de uitslag ook nog rondslingert in de receptie is echt te gek. Hoe kom je hier aan? Wat zeg, ik lag in de receptie. Ja, dat mag helemaal niet. Nee, hè? Zeg, kalm een beetje. Nou, Erik, je weet toch hoe gevoelig die dingen liggen? Stel nou dat Guus positief zou zijn geweest. Nou, dat was hij gelukkig niet. Nee, maar voor hetzelfde geld had iedereen kunnen zien dat Guus wel positief was geweest. Spreek vrijmoedig over Guus, maar misbruik zijn naam niet. Alsjeblieft. Is dat? Oh, zal ik je ergens laten liggen? Ja. Dat is dan wel je eigen schuld. Oh, goed dat je het zegt. Nou, dat was dus een storm in een glas water. Overigens moet ik wel toegeven... fouten zijn geweest in deze kwestie. Nou, daar kom je dan wel laat achter. Ja, maar Guus weet nu in ieder geval dat er niets aan de hand is. Ja, maar jij nog niet. Wanneer laat jij je nou testen? Ja, maar ik behoor niet tot een risicogroep. Ik hoop het voor je. Ja? Wat ja? Waarover wil je me spreken? Mooie vrouw heb jij. Dank je. Het is een toffe moeder voor de kinderen. Dat heb je goed geraden, ja. Ja, ze is een leuk wijf. Veel te goed voor jou. Jij weet zeker niet waarom ik dit zeg, hè? Nee, inderdaad. Mm. Waarom maakte jij je laatst bij het onderzoek zo'n zorgen om al die brave huisvaders die eens een keertje bij ons naar binnen wippen? Wat bedoel je? Ik zou hem maar eens laten onderzoeken als ik jou was. Bedankt voor de tip. Heb je ook wel eens gehoord van tipgeld? Ja, ik bedoel, ik kan mijn mond wel houden, maar ja, je weet, ik ben ook maar een kleine zelfstandige, hè? Dus... Dus doe jij maar zo'n flinke graai in de pillenkast voor Patrice. Dat is onmogelijk. Maar dan wil ik zijn weg, zei mijn opa altijd. En dan zeg ik op mijn beurt, waar een pil is, is een weg. Wat wil je nou? Van die, gemene dingetjes die lekker aankomen. Mm-hmm. Jan. Hoi. Hoi. Kan ik 3 dagen vrij krijgen? Ja, ja, natuurlijk. Je zult nog wel wat regelen voor de begrafenis. Ja, maar ik heb ook dat gesprek in Maastricht en dat wil ik goed voorbereiden. Ja, ja, ja. Of je daar vrij voor geeft, dat weet ik nog niet, hoor. Waarom niet? Nou, omdat ik helemaal niet zo graag wil dat jij die promotieplaats krijgt. Dat is aardig van je. Grapje. Ja, dat weet ik wel. Jij wil echt graag dat ik blijf, hè? Ja, ik vind het ontzettend leuk om met je te werken. Dat is wederzijds. Dank je. Ik vrees dat er... Ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Ik denk dat ik wel weet wat je wil zeggen. Zo duidelijk. Ik ben een vrouw. Ja, dat valt nu ook steeds op, ja. Weet je... Dat is echt helemaal niks. Het is toch raar dat de politie niks doet? Nou, ze doen wel wat. Ze wachten even tot vanavond en dan zetten ze haar signalement op de telex. Ja, is dat alles dan? Ja, ze is niet ontvoerd. Ja, dagelijks lopen er 100 kinderen van huis. Ja, daar bemoeit de politie zich niet. Laten we het jappen. Heb je iets eten? Kijk maar in de ijskast. Jij ook kaas? Oh, ik heb ook nog die klassenlijst. Ga je al die kinderen opbellen? Ja, natuurlijk. Dat heeft toch geen zin, Reni? Het station. Daar zijn we nog niet geweest. Had ze veel geld bij zich? Echt geen trek. Ik denk dat ze is gaan liften. Dat kind is 13 jaar. Denk je dat ze dat niet durft? Waar moet ze dan naartoe? Een grote stad. Amsterdam misschien. Dat zal toch niet? Ja, zou je het hebben. Dag, mevrouw. Doe jij het maar. Dag, meneer. Mag ik u de strijkkleed verkopen, alstublieft?
Mevrouw. Dank u wel. Komen er wel eens jonge meisjes of jonge kinderen bij het legerreces? Alleen oude mensen. Nou, nee. Hallo. Hoi, schat. Dat was voor het eerst dat je buiten was, hè? Een hele grote reis. Ik ben benieuwd wat je ervan gevonden hebt. Wat is er? Niets. Jij vindt nog steeds dat we Adriaan in Breda hadden moeten laten, hè? Adriaan hoort erbij, Koos. Laat hem niet in de steek. Hij is al dood. Al 3 jaar. Hoe kun je dat nou zeggen? Je hebt hem wel in de steek gelaten. Als hij wakker wordt... Dan ben ik er toch. Dan is hij weg uit Breda. Ach, dat zal hem niks kunnen schelen. Hij heeft een totaal ander leven dan. Denk je dat hij er niks kan? Ja, dat denk ik. Zijn hersenen zijn te veel beschadigd. Maar hij zal de dingen toch begrijpen. Misschien. Zijn vrouw weg, zijn kinderen weg, zijn restaurant weg. Zijn vrouw is niet weg. Ik ben er toch. Koos, ik ben met jou een nieuw leven begonnen. Ik denk dat Adriaan dat heel goed begrepen had. We waren toch eigenlijk al jaren met z'n drieën? Dit is toch niet hetzelfde? We hebben dit allebei gewild, Koos. Ik krijg een kind van je. Wij zijn opnieuw begonnen. En Adriaan heeft er ook een plaats in. Alleen een andere dan vroeger. Dat kan toch niet? Dat mag toch niet? Je ziet het allemaal zo somber in nu. Dat komt omdat je ziek bent. Je denkt dat je overal de schuld van bent. Dat is niet zo. Geloof me dat we samen voor Adriaan blijven zorgen. Hey, kan ik een tientje nemen? Nee. Dankjewel. Hey, denk je dat we de eerste voorstel nog halen? Als we niet koken, ja. Eten we daarna? Kan ook. Kopje soep meneer. Ja, bakje zat. Jij wel. Ja, of heb je liever vers? Natuurlijk. Ik moet het. Nee, Annie. Nee. Nee. Proost, Annie. Dank je. We hebben dus de keuze uit 3 films, hè? Ja, nou, ik wil het liefst met Meryl Streep. Ja, ik ook. Het lift dat loopt. Ik weet zeker dat het hem is. Weet je het heel zeker? Ik zag die ringen. Die ringen. Ik heb het even een paar collega's gevraagd, maar die kennen het meisje ook niet. Oh, hoe lang zit u hier al dan? Nou, de hele middag, vanaf 1:30. In ieder geval bedankt voor de moeite. Ja, hoor. Graag gedaan. Succes. Ja. Enkel tel Amsterdam gaan. Misschien komt ze zo thuis. Ik ben stom geweest. Waarom? Nou, ik had nooit moeten zeggen dat jij je niet kon aanpassen. Wanneer heb je dat gezegd? Nou, in het begin. Ik heb gezegd dat zij nummer 1 voor mij was en dat ik jou eventueel zou laten vallen. Nou, dan heb je toch duidelijk voor haar gekozen. Ja, maar dat is juist niet goed. Het geeft haar een schuldgevoel. Zij denkt nou dat ze de oorzaak van is dat het niet goed gaat tussen ons. Denk je dat meisjes van 13 zover denken? Ja, juist meisjes van 13. Je moet niet vergeten dat ze al een scheiding achter de rug heeft. Ik bedoel, dat ze dat al heeft meegemaakt. Ik ben zo stom geweest. Ik ben minstens 7 stom geweest. Weet je dat ze terugkomt? Als ik haar was, zou ik altijd bij je terugkomen. Je bent toch lief. Moet je niet naar huis, Guus? Eigenlijk wel, ja. Ja. Kun je dat morgen niet doen? Nee, dit moet nu. Statussen moeten altijd bij zijn, anders worden de dokters boos. Zwaar heb je het toch, hè? Ja, heb jij dienst? Altijd. Zwaar heb je toch, hè? Overigens, vannacht heeft Jan dienst. Bel hem rustig uit zijn bed, hoor. Dat vindt hij leuk. Hallo? Kan ik u even spreken? U bent toch de vriendin van Patricia Keizer? Jazeker. Gaat u even mee naar de spreekkamer?
Weet je wat die mooie vriendin van jou heeft uitgehaald? Ze heeft het me verteld, ja. Ik laat me verdomme niet chanteren. Jij gaat dat uit de kop praten. Wat heb ik ermee te maken? Alles. Jij moet je eigen zaakjes maar opknappen. Je had je mond moeten houden. Ja, sorry hoor, het was ruit voordat ik het wist. Ja, dat is verdomme stom van je. Hoe kon ik nou weten dat je hier werkte? Heb jij geen beroepsgeheim? Dat heb ik toch ook? Je moet je bek houden over je klanten. Ik heb een mond. Ben ik je nu ook kwijt als vaste klant? Ja, wat denk je? Vergis je niet, Henk. Of zal ik maar Erik zeggen? Je kent Patricia. Ze heeft je in de tang.